Het zou een valse start zijn van de nieuwe coalitie als de voorzitter van PL als boventoon voert dat hij het ministerie van Binnenlandse Zaken zal overnemen. Dit zegt Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, tevens voorzitter van de politieke partij HVB. Hij is gast in het ATV-programma Verkiezingsupdate, dat vanavond om 8 uur wordt uitgezonden. Noor Salim zegt dat het niet uitmaakt wie de volgende minister bij BISA wordt. Hij wil echter graag aan iemand overdragen, in de hoop dat de goede zaken die op beleidsniveau zijn gedaan, voortgezet worden. Ik draag volgarde over, alleen in de hoop, dat de goede dingen welke wij hebben uitgezet, beleidsmatig, dat het voort wordt gezet. Ten wille van dit land, ter wille van de ambtenaren, ter wille van het ministerie. Daaraan had ik hoop. En zie daar, ik las dat het gezegd is in een bui van enthousiasme. Ik zeg niet enthousiasme, ook boosheid. Want die voorzitter moest teruggaan naar partijraad en zeggen, luister, ik moet terug naar partijraad. Want er is genoeg gekwalificeerd kader in de partij die die functie van minister op Binnenlandse Zaken zou kunnen overnemen. En we zien dat er voorbij gegaan is aan dat stukje. Daarom hebben wij toen steeds gehamerd op die hervorming en die vernieuwing. Op andere manier van politiek voeren. Laat hij een andere rol vervullen als voorzitter. Verder haalde Noor Salim aan dat het ministerie wel degelijk goed werk heeft verricht rond de organisatie van de verkiezingen en het proces dat daarmee gepaard is gegaan. 10 districten, van de 10 districten, 9 districten perfect gelopen. 1 district Paramaribo, daar hadden we stembiljetten die verkeerd waren? RR-niveau. RR-niveau, dat is uiteraard geen schoonheidsprijs, maar het is ook gecorrigeerd. Wat nog meer? Helpt u me? Dus als we kijken overal, wij hadden op een gegeven moment kregen we de proces en verbalen. Laat. Ja. Dus wij konden ook niet tijdig de informele verslaglegging doen. U weet, het is OESA's gebruik dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een informele verslaglegging heeft. Ja. Wat wij hebben gedaan, is dat wij middels een website, een portaal, die proces en verbaal, welke wij kregen, controleren en daarna opnemen, zodat u als mediahuis kon inloggen. Ja. U heeft het als het goed is ook gehad. Ja. Dus wij doen geen telling, wij doen ook geen analyses. Let wel, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft samen met de andere actoren gezorgd voor de randvoorwaarden. De uitvoering van de verkiezing, echter, ligt in handen van stembureau, hoofdstembureau. En centraal hoofdstembureau moet zorgen voor de vastlegging. En OKB zorgt voor het bindend verklaren. Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, tevens voorzitter van de politieke partij HVB.